Stad Izegem en de provincie willen nieuw leven blazen in kasteel Wolvenhof. Ze gaan op zoek naar privépartners, het liefst nog voor een horecazaak, want die is er nu niet in het provinciedomein Wallemote-Wolvenhof. Wij doen geregeld onderzoek naar, of bij onze bevolking, wij bevragen hen. En daar komt uit, pertinent, bij alle bezoekers van dit park, dat zij hier horeca wensen, dat zij hier een koffietje willen komen drinken, dat zij hier willen komen lunchen met vrienden, s'avonds eens komen eten met familie. Het park leent er zich toe. Er zijn twee mooie, prachtige kastelen aanwezig. Er is de mogelijkheid om te wandelen. Wel, laat daar dan toch een horecafunctie bij passen. Ik denk dat dat de wens is van heel velen. Nu hebben we natuurlijk geen zon, maar als het hier om 12 uur zon is, baat heel deze ruimte in ja, gekleurd licht door dat brandglas daar. En dat is wel imposant als je binnenkomt, je wordt gebaat in licht. Het kasteel heeft zijn troeven, de ligging natuurlijk, maar er zijn kosten aan. Die kunnen binnen van 1 tot 3 miljoen euro oplopen en die zouden voor de privépartner zijn. De kosten voor de renovatie van de buitenkant neemt de provincie op zich. Een deel van het werk, daar gaan we al aan beginnen met de provincie, de buitenrestauratie. Daar ziet u wel van dat dat absoluut nodig is. Die is goedgekeurd. De middelen zijn voorzien, 2,5 miljoen euro. We krijgen daar ongeveer 1,3 miljoen euro subsidie voor van de Vlaamse overheid. Dat gaan we dit jaar aanbesteden met een beetje geluk. Staat het kasteel tegen het einde van dit jaar in de stellingen, zijn we hier volop bezig.